Hoi, wij zijn groentjes familievloggers en veel plezier met deze vlog. Lekker weertje, Mirthe. Wat super lief van jullie dat jullie haar willen duwen. Nou, zo is hij dus geworden. Ja! Zo, het is alweer maandag en het is best wel lekker weer buiten. Ik ga even een paar foto's maken van Mirthe in haar nieuwe outfit. En het is echt super leuk merkje. Het is van Moondeel. En ik vind het echt super tof. Kijk. Je hoofd omhoog, Mirthe. Hoe stoer is dat? Dus ik ga even een paar foto's maken, dan moet ik even een pakketje wegbrengen naar de post. Dus wij maken even lekker een wandelingetje van en we nemen jullie dan eventjes mee. Nou, wij zijn lekker buiten. En ik heb eigenlijk een beetje spijt van het dunne vestje dat ik aan heb gehad, want het windje is eigenlijk nog best fris. Pakje wegbrengen. Hé, Mirt? Ja. Even mee. Helaas is Mirt een beetje misselijk sinds gisteren eigenlijk een beetje. Dus ik hoop niet dat ze ziek gaat worden of zo, maar dat gaan we wel zien. Het is echt zo mooi buiten, kijk, prachtig. Hé, Mirtje, Mirtje de zonnebril op. We hadden al uitgelegd waarom Mirtje eigenlijk altijd een zonnebril heeft als de zon schijnt, maar dat is voornamelijk omdat Mirtje niet kan zien en het zonlicht dan te fel is voor Mirtje. En voor ik het vergeet, gisteren waren wij natuurlijk bij de dagbesteding van Mirthe, / logeerhuis. En ik was het al bijna vergeten, maar een van de juffen zei tegen mij dat Mirthe natuurlijk morgen op schoolreisje gaat. Dus ik ben benieuwd, het is natuurlijk voor het eerst dat Mirthe echt een dag uit naar een soort pretpark gaat, naar Sprookjeswonderland. Nou heb ik ook begrepen dat de krant er zelfs bij komt om een foto te maken van het dagje uit, of althans het begin van het dagje uit van het groepje. En de stagiaire heeft dat dus geregeld met behulp van wat goede doelen en fondsen. Dus ik ben benieuwd tegen die tijd als Mirthe dus echt in de krant staat met de anderen van de groep en kinderen, zal ik dat natuurlijk even laten weten. Lekker weertje, Mirthe. Ja, je ziet haar ogen niet, maar ze knippert wel, hè. Zo, we hebben net het pakketje op de bus gedaan en we gaan nu even naar de supermarkt. Hé, we gaan even naar de supermarkt. Nou, inmiddels lopen Mirthe en ik weer terug naar huis. Want het is wel handig als je je pas mee hebt. Dus boodschappen komen morgen wel weer, hè, Mirthe. Gelukkig hebben we nog wel wat in de vriezer liggen en met Thijs appte net dat hij niet mee eet. Dus dat komt toch wel goed. En zo te zien, geniet deze jonge dame heel erg van het weer. Mooi al die bloemetjes naast je, Mirtje. Allemaal bloemetjes. Mama heeft ook die foto's van jou gemaakt, hè? Ze hebben natuurlijk al op Instagram. Ja. Oké, het is alweer dinsdagochtend en vandaag gaat Mirtje op schoolreisje. Ik vind het wel een beetje spannend, want Mirtje is niet helemaal in de hum. Ze is een beetje gespannen. Dat betekent dat ze steeds ook gewoon de benen zo helemaal strekt. En ik probeer dus die spoken aan te krijgen van haar. Eentje heb ik al aan. Maar die wil niet meewerken. Tuttebel. Ja, moet mama die andere proberen aan te doen. En je zit ook weer helemaal skeef in je stoel, vrouwtje. Ik zou de voeten scheef. Zo kan ik hem dus niet in erin krijgen. En daarom heeft Mirthe dus ook die spalk, omdat ze dus de voeten zo scheef houdt.
Op naar poging nummer... Het is gelukt, vraag me niet hoe, want ze zit weer helemaal scheef in de stoel. En dan heb ik hier bij die heupen van. Nou, je ziet het niet door die donkere broek, maar kijk. Ze zit dus helemaal scheef, dus ik ga haar weer even recht zetten. Hey, veel plezier hè? Ga je op schoolreisje? Heb je er zin in? En mama maar vertellen dat je niet helemaal happy de peppy bent, maar volgens mij zag ik daar de lach. Mama gaat je knuffie geven, oké? Okay? Veel plezier, popje. Hier toch? Ja. Ga je, zit je te wachten, vrouwtje? Ja. Gabi, heb je het een beetje... Nou, het is zover hoor. Ik heb Myrthe net uitgezwaaid en ze had er volgens mij best wel veel zin in. Ze lag eerst helemaal te slapen en ik vertelde nog dat ze natuurlijk helemaal niet lekker was. Maar ze was net al aan het lachen en echt, ik wil even een dikke, dikke duim. Ik weet dat je kijkt, de stagiaire, ik zal je naam niet noemen, maar echt super top geregeld. En ik hoor vanmiddag wel alle leuke verhalen. Dus we gaan het zien. Ik ben alleen maar super blij hoe goed je het allemaal hebt geregeld. En dat vind ik echt top en ik wil het echt even gezegd hebben. Want alles, ze hadden mooie kaartjes heeft ze gemaakt per begeleider. En op elke kaartje stond dan het telefoonnummer van de ouders. En ook nog in de tassen heeft ze alles gedaan. Ze heeft een heel draaiboek gemaakt. Nou, daar kan ik als leerkracht nog wel wat van leren. En alles was super goed. En ik had zelf allemaal nog extra dingen in de tas gedaan. Maar dat hoefde eigenlijk al niet, want... alles was al geregeld en alles had ze al ingepakt. Dus ik petje af. Nou, ik ga Myrthe ophalen. Ik ben heel, heel benieuwd hoe ze het heeft gehad bij Sprookjes Wonderland. We gaan het zien. Ik ga haar nu ophalen. Hey Myrthe, hoe vond jij het op schoolreisje? Vond je het leuk? Mama. Ja, je vond het leuk, hè? Je zit nu lekker van de zon te genieten. En zelfs een knuffeltje gehad. Oh, wat lief. Gaan we morgen even iets leuks kopen. Stagiaire, dankjewel. Een bosje bloemen voor het organiseren. Een toppie joppie gedaan, hè? Ja, dat gaan we straks doen. Dan gaan we ook een mooie tekening even thuis maken, ja? Lekker in het zonnetje buiten gaan we misschien weer even verven. Als mama nog verf heeft. Dan gaan we kleuren. Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed. Hey, Myrthe. Welke bloemetjes zullen we kiezen voor juffie? Zijn er heel veel, hè? Roze, denk ik. Of juist met groen en oranje van Tinkerbell. Dat kan ook nog. Wat denk jij, Myrthe? Kijk, we kiezen wel even, hè? Er zijn er heel veel. Nou, we hebben een mooie... bloemetjes uitgekozen, hè? Gaan we straks even een mooie tekening in de tuin maken nog. Kijk, ze zitten hier. Ze zitten verstopt, dus we zetten straks in het water. Kan mama ze morgen brengen. Kan ze praten? Nee, ze kan niet praten. Waarom niet? Zo is ze geboren en ze kan ook niet zo goed zien en niet zo goed horen. Dan kan je ook niet zo goed praten. Wat super lief van jullie dat jullie haar willen duwen. Ja, vind je het ook leuk, Myrthe? Ga je ervan praten? Ja? Waarom doet ze een ton de hele tijd daar buiten? Omdat, ja, heel goed. Omdat ze gehandicapt is, dat klopt. Dat heb je helemaal goed gezegd. Ik ben de grootste. Kijk, ze is helemaal relaxed. Ze vindt het helemaal lekker. Helemaal rustig wordt ze ervan. Een rolstoel, hij kunt praten. Nee. Ze zit in een rolstoel, maar ze kan niet praten. Maar ze kan wel een beetje lachen. En ze kan een beetje huilen. Ze is eigenlijk net een beetje als een babytje. Hoe oud is ze? Ze is 6 jaar. Ze is bijna, nou, bijna 6 jaar. Is ze 5? Ja, ze is nu nog 5. Maar ze is gehandicapt. En eigenlijk is ze een beetje net als een babytje. Die kan ook niet praten, maar die kan ook alleen maar lachen en huilen. Nou, best goed bezig. Hoor je dat? Ze kan ook geluiden maken. Weet je ook een opname doen? Nee, dat kan ze niet. Alleen echt een beetje babygeluiden. Hoe lang is ze? Ik denk 1 meter 10. Denk ik. L-
lijkt echt ja, dat Abby kleiner is dan haar. Ja, maar ik denk wel meevalt hoor. Dikte. Ja, dat zou best kunnen. Nou, weet je waar ik eigenlijk denk ik naar kijk? Dit is een beetje donker. Ze kan alleen een beetje zwart en wit zien. En het zonlicht kan ze zien. Maar ze ziet niet dat jullie er zijn. Echt niet? Nee. Zoals ik zo doe, hallo? Nee, dat ziet ze niet. Nee. Nee, ze ziet mij ook niet. Raar, hè? Dat kan, maar ze doet gewoon de oogjes dicht hoor, ze slaat. Kan ze al een beetje schrijven? Nee, ze kan eigenlijk helemaal niks. Ook niet plassen? Ja, plassen wel. Mijn een luier. Een speciale luier. Nee, ook niet echt. Kijk, ze heeft kijk, zie je dat slangetje hier? Ja. Dit? Daar krijgt ze eten door. En het zit dan in haar buik. Kijk, het zit dan hier in haar buik. Net boven de navel. Daar kan ik praten. Maar gaat het dan in haar mond? Nee, het gaat dan niet in haar mond. Het gaat in haar maag. Net zoals wij eten, dan gaat het in dus onze mond en dan naar de maag. Doen en ja. Doe ik een speciaal slangetje. Dat zit aan de rolstoel. Mag ik het slangetje nog een keer zien? Ja, dat mag hoor. Kijk, daar zit het. Het is net een navel. Eigenlijk helemaal niet. Nee. Het is net, kijk, ze moet helemaal lachen. Zie je dat? Ik vind het gezellig hier. Ze kijkt een beetje scheel. Ja, ze is een beetje scheel. Ik praat met haar en doe ik zo, een soort gebarentaal. Mama. Ja, mama is hier. Vind je dat ze een beetje lacht? Ze heeft ook zo'n lange wimpers als mij. Ja, hè? Vind je hele mooie lange. En zelfde ogen. Allebei. Ja. Is iedereen wel zo? Allebei 5 maar jarig en allebei dezelfde kleur ogen. Ja. Dan doet ze altijd een beetje num. Zo geweest nog een beetje. Bij haar bijna. Nee, jullie hebben ook bijna dezelfde kleur haar, ja. Ja, ken ik. Ja, er zijn naar botjes. Zo goed. Dit kan niet goed slapen. Ze zo ziek zijn naar botjes. Nee, dat valt wel mee hoor. Maar dat komt omdat ze een beetje scheef groeit. Ik heb hele dunne botjes. Ja, ze had ook een beetje dun hoor. Maar kom maar niet te veel aan en dat vindt ze niet zo heel leuk. Weet je dat? Dat ze soms een beetje kan huilen. En ze weet ook niet wie jullie zijn, hè? Ze weet alleen dat ik in de buurt ben. Maar als iedereen aan je gaat zitten, vind jij het ook niet leuk, toch? Nee. Weet je, ik weet ook niet overal antwoorden op. Nee. Dat is net een beetje een raadseltje. Soms weet ik het ook niet meer. Zelfs de doktoren weten het niet. De artsen weten het niet. Maar weet je wel... Wat er precies aan de hand is? Ze kan alleen maar in een rolstoel zitten of ik moet haar tillen, net als toen net. Als ik haar uit de schommel haal, moet ik haar ook weer tellen. Maar is het niet zwaar voor u? Het is, nou, vind ik een hele goede vraag. Het is best zwaar voor mij, ja. Ik denk dat ik er inderdaad ook een beetje eruit ga halen. Want wij moeten zo ook weer gaan koken en eten. Oké, ze is echt goed. Dus mama gaat je even eruit halen. Want ik wil namelijk een leuke tekening nog maken voor de juf. Dus de stagiair die alles geregeld heeft. Want dat vind ik wel zo leuk. Ik heb een klein bosje bloemen. En een leuk kleurplaat uitgeprint. Dus ik ga even laten zien hoe ik dan met de knutsel teken... Hoe je het ook wil noemen. Ik heb hier de kleurplaat van Sprookjes Wonderland, zoals ik net al zei. En dan gaat het even kleuren. En ik heb deze superleuke krijtjes is het eigenlijk. Het zijn een soort krijtjes. Super fijne glitterpen is dit. Daar doe ik graag handletteren mee. Maar ik dacht, we kunnen wel een beetje glitter op de tekening gebruiken. Dus ik ga hem even op de tekening doen. Nou, zo is hij dus geworden. En dit heb ik nog even geschreven. Het is alweer woensdag en het is echt super lekker weer. Het is gewoon echt gewoon warm. Het is volgens mij 25 graden. Echt heel warm. Ik ga Myrthe nu ophalen. En ik ga het bosje bloemen die ik voor de stagiaire heb. Die kan ik bijna niet zien. Het bosje bloemen ga ik geven. En die mooie tekening die natuurlijk Myrthe heeft gemaakt. Dus ik ben benieuwd wat zij ervan vindt. Wat denk je dus over ons? Myrthe, daar ben jij op school met alle juffen bij je. Wat doe jij? Weer die vinger, hè? We hebben een gesprek over gehad. Hé? Hey? We hebben een gesprek over die vinger gehad. Ja. Dat boeit jou ook niet, hè? Nee. Tuurlijk. Kijk. Hup. Nee.
Dat is beter. Raar hoor. Jij bent een boef, jij. Je zit er kwijt. Ja, boef. Die juffie vond het mooi, hè, de stagiaire. Jij geniet van het weer hier. En wat heeft de stagiaire nou gedaan? Wat heeft je juffie gedaan met jou? Mama kreeg een berichtje, hè. Of Mitter er nageltjes gelakt mochten worden, hè. En kijk nou naar die nageltjes. Tadaa. Je zag het net nu al, natuurlijk met een mooie vinger. Maar de nagels zijn helemaal mooi gelakt. Kijk. Mitter bleef helemaal stil zitten. Oké, ik kom dus tot ontdekking dat Mitter dus ook gewoon de teennagels gelakt zijn. Hoe leuk is dat? Cool, hè? Nou, vond je dit nou een toffe vlog? Wil je meer van ons zien? Wil je meer van ons weten? Laat een reactie hieronder. Deel, like en natuurlijk abonneer. En tot de volgende keer. Doei doei!